Dag tante, dag. Ja, als je twee keer belt, dan wil het zeggen dat ik de hond eten mag geven. En als je telefoon drie keer laat bellen, dan mag ik uit te drinken geven. Heel, ik zal het onthouden. Is genoteerd in de code. Dag tante, dag. Tante, wees voorzichtig op de weg. Je weet het nooit. En maak je vooral geen zorgen over Rusty. Zij zijn heel goede handen. Dag. Dag tante, dag! Rusty, dag! Ai, dank je. Over het ganse land is er een dichte mist gesignaleerd. Mist? Ten gevolge van deze dichte mist heeft er zich op de A2 een kettingbotsing voorgedaan. Volgens ooggetuigen reden de kettingen minstens 140 per uur. Goedemorgen, Bob. Dag, George. Wat zie je er weer goed uit vanmorgen voor je leeftijd. Dank je. Hoe oud schat je me? 35 jaar, 7 maanden, 3 weken, 2 dagen, 1 uur, 3 seconden, 5 minuten, 3 tienden van een seconde en 7 honderdsten. De nagel op de kop, kerel. Zeg, Bob. Ja? Gisteren ben ik naar het autosalon geweest. Oh, ik was mee. Hoezo? Was jij die man die naast me liep? Ja. Nooit opgelet. Er was veel volk. Hè? En ik heb een interessante folder meegebracht. Moet je horen. De Mongoolse autoconstructeur Tuva heeft het genoegen u twee splinternieuwe modellen van personenwagens voor te stellen. Te weten, de Hun Huur Tutuut en de Hun Koop Tutuut. De wat? Wat is het verschil tussen de Hun Huur Tutuut en de Hun Koop Tutuut? Wel, de Hun Huur Tutuut is niet te koop, in tegenstelling tot de Hun Koop Tutuut, die dan op zijn beurt weer niet te huur is. Interessant. Bij de constructie van deze wagens werd alleen gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Hè? Natuurlijk. Onze wagens zijn volledig biologisch, want ze zijn volledig vervaardigd uit paarden. Paarden? Ja, paarden en gras. In Mongolië hebben ze namelijk maar twee dingen, paarden en gras. Dus is het niet meer dan logisch dat deze natuurlijke grondstoffen de basis vormen voor hun exportproducten. De carrosserie en het interieur zijn gemaakt uit paardenhuid. Banden zijn paardendarmen, gevuld met eigen gas. Iets wat wennen is het stuur, dat vervangen werd door teugels. Ramen uit paardenmaagdenvlies. Paardenmaagdenvlies, dat kan toch ook niet voor optimale zichtbaarheid zorgen? Inderdaad, toch wel een minpunt als je het mij vraagt. Evenals de staart achteraan het voertuig, die, als je het mij vraagt, toch beter vooraan had gezeten in het geval men hem moet wegslepen. Nou, het is betwijfelbaar, maar je hebt het goed. Zeg, Bob, de versnellingspook is gemaakt uit het belangrijkste deel van de hengst. Moet je horen wat ze hier weer in de krant schrijven, George? Moet je goed luisteren, hè? Ja, een blinde racist werd voor schut gezet in het stadspark. Blinde racist? Blinde racist. De 25-jarige blinde racist K.V. werd gisteren door een stel blanke kinderen in de maling genomen. Ik heb ooit een blinde travestie gekend. En? Hoe kleedde hij zich als vrouw? Ja. Ik moet zeggen, het deed me niet echt iets. Waarom niet? Wel, daarvoor was de make-up iets wat te veel uit de hand gelopen. Zeg, luister, hè. Toen een van de jongens, Piet Segenwaams, een Afrikaans accent imiteerde, zei hij... Hey man, wat doe jij hier op die banken? Toen begon de blinde racist wild om zich heen te slaan met zijn witte stok op de blanke kinderen. 3 slachtoffers. Zeg Bob, moet je horen wat ze hier in mijn pantoffel schrijven? De kans dat men in een duikboot het slachtoffer wordt van een vliegtuigongeluk is mathematisch te verwaarlozen. Tja, en vooral als je goed bent in wiskunde. Kijk, ik heb nog geen enkel probleem. Hey, Rusty! Ja, tante Emmanuel heeft gevraagd of we dit weekend wat op Rusty willen letten. Foei, Rusty! Foei! ik denk dat ik maar eens naar de badkamer ga. Zeg maar, George. Ik had zo beloofd aan tante Emmanuel dat ze op haar twee oren mocht slapen, dat we zouden goed zorgen voor Rusty. Dat is nu al je derde hond op 1 week tijd, George. Maar wel mijn eerste herdershondje. Zeg George, en we hadden toch afgesproken dat je voortaan voor het ontbijt zou wassen en niet na het ontbijt? Dat hadden we toch afgesproken, George? George! We hadden toch afgesproken dat je je voortaan voor het ontbijt zou wassen? Ja, dat weet ik, Bob. Het spijt me, maar... Kijk, als ik onder de douche ga, dan komen er steeds vreselijke herinneringen naar boven. Uit mijn kindertijd.
Hoe bedoel je? Nou, daar wil ik liever niet over praten, Bob. Maar die dingen, die moet je niet opkroppen, George. Ach, gooi ze eruit, kom aan. Het ligt wat gevoelig voor me, Bob. Ik ben als kind behoorlijk veel misbruikt, zie je. Wat zeg je? Ik ben als kind vaak misbruikt geweest. Misbruikt? Door wie? Door allerhande meesters. Meesters? En wat deed die meester dan, George? George? Ja. Wat deed die meester dan? George, ik begrijp dat het voor jou nogal pijnlijk is om over die traumatische gebeurtenissen te spreken, maar misschien is het wel goed voor jou om het toch te doen. En ondanks die pijn, wel, je toch te uiten. George, vanaf welke leeftijd misbruiken die meesters jou? Ik moet een jaar of 6, 7 geweest zijn. Ze stonden voor me. Ik moest zwijgen, terwijl zij aan het woord waren. Soms stopten ze met spreken en moest ik herhalen wat ze zo pas hadden verteld. En wat zeiden die dan? Rare dingen, vreemde talen, bizarre formules. Soms maakten ze ook eigenaardige tekens op een groot zwart bord. Tekens die ik dan op mijn beurt moest namaken in een klein schriftje. Die moest ik dan uit mijn hoofd leren. Soms zat ik urenlang voorovergebogen naar mijn blad te staren, tot het me zwart voor de ogen werd. George, het viel dus blijkbaar niet mee om die dingen uit het hoofd te leren. Helemaal niet. En als ik ze niet uit het hoofd kende, weet je wat er dan gebeurde? Dan werd ik door de meester gestraft. Dan werd ik gedwongen om met de handen op het hoofd in de hoek van de kamer te gaan staan. Tot er gebeld werd. George, hoeveel zaten er daar? Je zei daar net ons. Veel, veel. Zeer veel. Zat nog meer kinderen of zo? Ja. Het was een grote organisatie. Een grote organisatie? En wisten jullie alles daarvan af van die organisatie, George? Absoluut. Ze zeiden dat het voor mijn eigen goed was, Bob. Dat ze er niets konden aan doen. Wat? Dat er machtige mensen achter het scherm actief waren die dit allemaal regelden. Naar het schijnt zou er zelfs een minister in het complot hebben gezeten. Zeg, George, en misbruikten die meesters jullie ook? Jullie ook fysiek? Ja. Eerst in de en dan moest ik in korte broek met ontbloot bovenlichaam in een koude zaal rondjes lopen. In een zaal met touwen en ringen aan de muren. En rekken waar we dan ondersteboven moesten aanhangen. En dan werden we gedwongen over grote houten voorwerpen te springen. Met lederen bovenbedekkingen, met opengesperde benen terwijl de meester ons fysiek aanraakte. Fysiek? En waar raakt die smerel je aan? Op het achterwerk! Het is te laat! George, het is te laat! George, het is te laat! Kom eens hier, kijk, die is er weer bovenop. Welkom! Zeg George. Wat heb je er eigenlijk staan doen onder die douche? Mijn tanden gepoetst, Bob. Zeg George, moet je horen? Het Rubenshuis krijgt een glazen paviljoen met een plastieken deur. George? Scheelt er iets, George? George, ben je nog aan het bekomen van daarnet? Nee, Bob, ik... Ben je aan het tobben? Nee, ik... Ben je nog aan het verwerken? Nee. Aan het malen? Ben je aan het herstellen? Je bent toch niet aan het treuren? Nee, Bob, ik ben volop aan het vermoeden. Juist. Wat doe je, George? Ik denk dat ik er maar eens mee ophoud. Je wil niet langer vermoeden? Nee, ik heb zin om eens volop te gaan opteren. Opteren? Opteren waarvoor? Ik heb zin om te opteren om op te houden met vermoeden. Zeg, George, moet je horen wat ze hier in de krant schrijven?
De Antwerpse schepen van cultuur zitten artiesten haast iedere keer... Kan een mens dan nooit eens op zijn gemak opteren, Bob? Alsjeblieft. Sorry, George, mijn excuses. Ik wist niet dat je zo intens aan het opteren was. Aan de uitdrukking, aan je gezicht te zien, zou ik gezworen hebben dat je volop aan het azen was. Dat ik aan het wat was? Azen. Azen. Ja, azen. Azen. Dat je aan het azen was. Azen, ja. Aan het azen. Dat je aasde. Zie ik eruit als iemand die aast, je... Bob? Nu niet, maar daarnet, in de voltooid verleden tijd, leek je mij echt iemand die aan het azen was, George. Weet je wel, dat je aasde. Dat je bijvoorbeeld aasde op, ik zeg maar wat, op buitenlandse nieuwsberichten bijvoorbeeld. Ik zei het toch dat ik aan George, het opteren was, George, Bob? Ik heb het je misschien niet willen zeggen, George, maar daarnet was ik ook volop aan het vermoeden, ja? Ik vermoedde quasi feilloos dat jij aasde. Dat jij aasde op, dat je aasde op buitenlandse nieuwsberichten. Ik zei je toch dat ik aan het opteren was. Oké, George, ik opteer ook wel eens, maar dit belet mij niet om probleemloos over te schakelen op te azen. Op te azen op een stoel bijvoorbeeld. Om te azen op een vreemde postzegel. Om te azen op buitenlandse nieuwsberichten, ja? Kijk, George, kijk. Ik opteer en ik aas. Ik opteer voor betere betrekkingen tussen Joden en Palestijnen. En ik aas op jouw armtierige, kale kopje. Hoe kun je? Hoe durf je? Na al die jaren weet je toch hoezeer ik omhoog zit met mijn haarprobleem. George! 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 George, wat krijgen we nu? Ik ben op zoek naar mijn slaapkamer. Die heb ik opgeruimd, George. Aan de kant gezet. George, en ik wil niet dat je met deuren gooit. En ook niet met de giraffen. George? Zo, Rusty. Doe het wat kalm aan voortaan. Tante komt zo. George. Hallo. Het is Bob. George. Zijn we nog kwaad? George. Ik heb een lekker kopje thee voor je meegebracht. Heerlijk. Laat het vooral niet koud worden, George. George? Joehoe, hier zijn we. Je stelt me teleur, George. We hadden toch afgesproken dat je voortaan eerst je schoenen zou uittrekken vooraleer de slaapkamer te betreden? George? En dan ben je weer verwonderd dat ik mij kwaad moet maken, zeker. Maar verdorie, ik moet me wel kwaad maken, anders hoor je me niet. Dat hangt daar maar te hangen, te bungelen aan een touw. Een touw dat nota bene in de auto zou moeten liggen. In de koffer van de auto voor het geval we pech krijgen en ze ons moeten wegslepen. George, dit was jouw thee. Dit was heerlijke thee voor George. Ah, super. Oh. Ah, zulke goede thee. George. Beste Bob. Ik zie het niet meer zitten. Vaarwel. George. Beste Bob. Zoals je zo pas hebt vernomen, zie ik het niet meer zitten. Vaarwel. George. George. Beste Bob, ik wil niet in herhaling vallen, maar toch moet ik je tot mijn grote spijt nogmaals melden dat ik het helemaal niet meer zie zitten. George. George? Oh nee. Beste Bob, ik wil dat je moedig bent. Want wat ik je nu zal vertellen, zal als een donderslag bij heldere hemel in je leven toeslaan.
Zoals je daarnet al menig keer hebt vernomen, als ik iets doe, dan doe ik het goed. Maak ik nu een einde aan mijn leven, dat ik als volstrekt zinloos en meedogenloos ervaar. Jij, Bob, jij was mijn laatste strohalm. En toen je me daarnet op uiterst pijnlijke wijze aan mijn kale hoofd herinnerde, Bob, knapte er iets in me. Dit was de spreekwoordelijke druppel, Bob. Ooit zul je het begrijpen. Als je dit leest, ben ik reeds in een andere wereld, mijn beste Bob, waar ik de rust en de vrede hoop te vinden, die ik hier niet meer kan krijgen. Jawel, ik ben op een leeftijd gekomen. 35 jaar, 7 maanden, 3 weken, 5 dagen, 9 uur, 12 minuten, 16 seconden en 3 honderdste. Een leeftijd, Bob. Zeg, George, maar dat sta je helemaal niet. Een leeftijd waarop men de balans opmaakt. Vaarwel, Bob. Dus George, als ik het goed begrijp, wou je met die wanhoofzaad van daarnet eigenlijk alleen maar aandacht, mijn aandacht. Klopt, klopt. Zeg George, maar hoe komt het eigenlijk dat je nog niet dood bent, want je hing daar echt vreselijk te agoniseren, George? Wel, dat komt, zie je Bob, sinds mijn derde hernia-operatie adem ik door mijn staartbeen. Ruik ik, George, ruik ik. Er wordt gebeld. Nee, de telefoon niet opnemen, George. Het is tante. Tante is een kei in codetaal. Haar leven staat volledig in het teken van het gratis communiceren met de moderne middelen. Neem nooit de telefoon op als tante belt. Daarom gaf tante mij een codegist die ik ook aan jou moest overhandigen. Top secret. Hierin staan alle aanwijzingen om de code te ontcijferen. Wanneer tante belt met de moderne communicatiemiddelen. Luister. Tel het aantal belsignalen en kijk. Check it out. 12 keer bellen, Bob. Mm-hmm. Even checken in de codegids. 12 keer bellen. Hier heb ik het, Bob. Volgens mijn codegids wil tante ons met 12 signalen melden dat de gemeentelijke bibliotheek een leuke nieuwe medewerker heeft aangeworven die bijzonder veel weet over fossiele schelpdieren uit het Pleistoceen op Deense zandstranden, grenzend aan het Skagerrak. De groene telefoon. Dit is nu de groene telefoon, maar gisteren was het nog de gele telefoon. Die heb ik veiligheidshalve groen geschilderd. Je kunt nooit weten. 6 signalen. Ja, 6 signalen. Dat wil zeggen... De BTW-tarieven voor huishoudartikelen gaan fors de hoogte in. Vooral in EEG-gebieden. Zeg Bob, ja? In welke kleur heb je de blauwe telefoon eigenlijk geschilderd? In het rood. Tada! De fax. De blauwe telefoon gaat 3 maal samen met een blanco fax in combinatie met een bankbediende met het 1, ja, die door de woonkamer loopt. Niet zeggen! Als tante 3 maal de blauwe telefoon laat bellen in combinatie met een blanco fax, dan wil dat zeggen dat er een bankbediende met een speelgoed eend door de kamer zal wandelen. Heel goed. Heb je hem gezien? Ik heb Perfect. Hem niet gezien. Nee, hij was hier. Ik heb hem gezien. Ja, ik kan het je verzekeren. Een oceaanstomer, die 3 maal toetert. Gevolgd door een revolverschot. Schot. En een stilleven dat van de muur afvalt. Een tulp die plots verwelkt. En een onverhoopte erectie. Op klokslag 4 uur. Wat wil tante daarmee bedoelen? Tante laat ons weten dat de gemeentelijke bibliotheek een leuke nieuwe medewerker heeft aangeworven die bijzonder veel weet over fossiele schelpdieren uit het Pleistoceen. Op Deense zandstranden aan het Skagerrak. Alweer? Maar dat heeft ze daarnet toch ook al een keer verteld? Tja, de leeftijd, hè. De deurbel. Er wordt gebeld aan de deurbel. Wat zou tante daarmee kunnen bedoelen? Even opzoeken. Ah, tante laat ons weten dat ze momenteel aan de voordeur staat te bellen. Wat een idee. Met zo'n weer. Onafgebroken gebel, wat zou dat willen zeggen? Tante laat ons weten dat ze ongeduldig wordt. Waarom? Waarvoor? Dat staat er niet bij.
21, 22, 23, 24, 25. 25 keer bellen. Even checken in de code. Ja, het is simpel, maar je moet weten. Tante meldt ons dat er een nieuwe bibliothecaris is aangeworven. Allee. Die bijzonder veel weet over fossiele schelpdieren uit het Pleistoceen. Hmm. Op Deense zandstranden aan het Skagerrak dan nog wel. Wel, wel, wel. Tante Emmanuel! Kom toch binnen, tante. Wat zie je er weer goed uit voor je leeftijd, tante. Tweemaal de groene telefoon. Tweemaal, dat is... In combinatie met het alarmsignaal van een U-boot. In de mist. Een roeste fietsbal. En driemaal de blauwe telefoon. Tante meldt ons dat ze vanmorgen met de auto een accident heeft gehad in de mist. Dat ze heel veel pijn heeft, want ze is slecht genaaid. Och, goddekes, toch. Oh. Dat is pech, hè. Een stoomfluit. In combinatie met de donderen inslag. De sneltrein Brussel-Amsterdam. Van 3:15, maar hij heeft een half uurtje vertraging. Ja, met bloed en? En een trompetsignaal. De trompet gespeeld door iemand die geen lippen heeft. Een trompet door iemand die geen lippen, dat is oelala. Oei, tante meldt om dat ze ondanks de pijn, te voet en per trein, met bloed en pijn, naar hier gekomen is. Oh, jeetje. Luister. Dit is de schreeuw van een aalscholver die verkracht wordt door een eland. Die moet ik niet opzoeken. Die ken ik van buiten. Ja? Dat is gewoon tante die Rusty nog eens wil zien. Oh, ze is benieuwd. Kijk, daar komt hij. Rusty, tante, kom eens. Daar, we hebben hem Rusty. Speciaal Hallo. Ingepakt voor je tante. Ziet er goed uit, hè? Hey, wacht eens, Bob. Wat, hè? Een auto die vruchteloos probeert te starten in combinatie met een blinde uneug die heftig tekeer gaat op een valse mondharp. Wat tante daarmee bedoelen? Net eens kijken. Hé, hey, maar wacht eens, dat was tante niet. Dat was de hond die blafte. Bob en George. 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 Stop. Bob en George. 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 Bob and George, 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 and stop. Bob and George, and Bob and George, 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 and Bob and George. George. Bob en George. En stop. Zo, George, dat hebben we dan ook weer gehad. George? Ja, Bob? Ben je weer aan het vermoeden? Nee, Bob. Ik ben aan het peilen. En jij, wat ben jij nog aan het doen, ouwe kerel? Ik ben wat aan het tekeer gaan in mezelf momenteel. Zeg, je tante zag er trouwens behoorlijk goed uit, vond ik. Dank je. Maar tante? Ik heb helemaal geen tante. Ik ook niet. Ik heb alleen een George. En ik heb alleen een Bob.